sinds dit jaar gaat het echt heel goed en lig ik bijvoorbeeld in 140 winkels in Nederland. En nou ja, als je dan een winkel binnenloopt, dan, ja, dan word ik daar wel trots van als ik dan mijn speelgoed daar zie liggen. Ik ontwerp speelgoed, houten speelgoed. Ik heb een eigen speelgoedmerk, Iconic Toys. Wij ontwerpen het speelgoed allemaal zelf. We laten het maken in China en we proberen te verkopen in binnen- en buitenland. Toen ik hiermee begon, dacht ik dat ik speelgoed maakte voor de houten speelgoedwinkel. Maar dat is een vrij beperkte markt. Het hele retaillandschap verandert. Je kunt nu geloof ik ook al wijn drinken bij de kapper. Ik heb uiteindelijk voor een strategie gekozen dat je speelgoed maakt die je ook in andere kanalen kan wegzetten. Dus ook in de boekwinkels. Ik heb nu 3 producten met het werk van Fiep Westerdorp. Die trend, ja, maak er gebruik van en kijk wat er aan het veranderen is. Stel een top 10 samen van klanten waarmee je heel graag in contact wil komen, dat je denkt dat je dienst daarbij kan aanslaan. Ga die persoon die daarover gaat, probeer die te vinden. Mijn doel voor volgend jaar is ook om in de winkels van Museum of Modern Art in New York te leveren. Want ik heb een distributeur gevonden die daar al aan levert. Dus ik denk dat de kans vrij groot is dat het volgend jaar gaat lukken. Maar daar heb ik dus die distributeur wel op uitgekozen. En daar heb ik ook echt gericht naar gezocht om die te vinden. Je kijkt heel erg naar het product en wat dat ongeveer in de winkel zou moeten gaan kosten. Maar daarnaast moet je natuurlijk wel je eigen marge in de gaten houden. Je hebt te maken met transportkosten. Van een productprijs blijft uiteindelijk maar een heel klein stukje over voor jezelf. En de enige manier om er voor jezelf wat uit te halen is natuurlijk uiteindelijk gewoon echt aantallen maken. En ja, producten voor langere tijd te kunnen verkopen. Ik word heel veel benaderd door mama-blogs bijvoorbeeld. Die vinden het hartstikke leuk en die zijn hartstikke enthousiast. Maar uiteindelijk komt het op neer dat je dan vaak ongeveer 200 euro moet betalen en dan schrijven zij een artikeltje voor je. Dat kun je doen, dat kan ook heel veel opleveren. Alleen dat is vanaf het begin niet meteen duidelijk of het wat oplevert. En als je dat te vaak doet, dan kost het gewoon heel veel geld. En er zijn genoeg kanalen te vinden waarbij je ook free publicity kunt genereren. En die leveren vaak net zoveel of zelfs nog meer op, omdat ja, een krant wordt heel veel gelezen. Dus je bent en zichtbaar, het levert goede links op naar je eigen website. En het kost niks.